Het is hier gezellig druk. En soms nog gezelliger dan druk, maar de stemming zit er goed in om met die woorden aan te sluiten. Zijn er nog bijzondere dingen gebeurd? Ja, wat is bijzonder? Is iemand die dan wiens paspoort verlopen is, of iemand die uit Nijverdal komt en hier wil stemmen en geen kiespas heeft. Die dingen gebeuren dan 1-2 keer per dag en dat is dan bijzonder, maar eigenlijk stelt het ook weer niks voor. Het is maar hoe je tegen de dingen aankijkt. Nee, maar een hele tevreden Almeloze fractievoorzitter van de VVD. Dus, het is een interview. Hi Bert. Dus ja, dankjewel. Hoe is de stemming bij de leden van de PvdA? Ja, niet best. Nee, niet best. Nee, kijk, je staat er een aantal weken in weer en wind met je rode jek. Om een verhaal te vertellen waar ik in ieder geval vanuit mijn tenen in geloof. En dan is het ontzettend zuur als je dat niet over kan brengen. Dus de uitslag tot nog toe, die valt een beetje tegen? Een beetje tegen, het is een mooi eufemisme. Het is een uitslag, ik weet niet echt woorden die ik netjes op camera kan zeggen daarvoor. Het is ontzettend balend, zeggen we dan netjes. Jullie inzet was geweldig. Ongelooflijk. De meeste stemmen krijgen. Ja, de meeste stemmen dat VVD zou halen, dat wisten we ook wel. Vooral na de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Maar nu moeten ze met minstens 4 partijen gaan leiden. En hoe dat gaat uitpakken, moeten wij de komende dagen nog zien. Het wordt niet makkelijk. Wat vind je er tot nu toe van? Ja, voor onze partij gaat het geweldig. Ze zijn van 4 zetels gegroeid naar 16. Dat is een gigantische overwinning. Nou, in principe, als je kijkt landelijk van 4 naar 12, dat zou dan in Almelo betekenen van 1 naar 4. Dus wij gaan voor 4 zetels in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen. Goeie hoop dus? Ja, daar heb ik goede hoop op, ja. Ik moet nog even kijken morgen of vrijdag hoe nou precies in Almelo gestemd is. Maar ik denk dat het in de landelijke trend zit, dat we flink gewonnen hebben. Het is een hele drukke dag geweest. We hebben veel meer stemmen dan ooit hier verwerkt. Normaal zouden er hier maximaal 1250 kiezers kunnen komen. Er zijn er vandaag bijna 1500 geweest. Dat komt omdat veel ambtenaren hier stemmen en ook mensen vanuit andere wijken hier komen stemmen omdat ze toevallig in de stad zijn. Hoe is dat om te tellen? Vermoeiend. Het is veel werk. Zeker met die enorm grote stembiljetten. Hoe gaat dat nou in zijn werk? In principe tellen wij alle personen tellen we als eerste, de lijsttrekkers. En daar maken we stapels van 25. Die leggen we bij elkaar. Dan tellen we dat allemaal bij elkaar op.
En daarna gaan we de voorkeurstemmen tellen. Er kunnen af en toe wel eens telfouten in zitten. En daarom wordt het dan nog een keer geteld. En als het dan nog niet klopt, wordt het nog een keer geteld. Net zolang tot er een aantal bij zit waarvan wij zeggen van ja, dat vinden wij goed. Het is toch een behoorlijk geworstel met papier. Is dat voor herhaling vatbaar? Wat mij betreft niet. Ik ben in de tijd degene geweest hier die bevorderd heeft dat de stemmachines in Almelo werden aangeschaft. Toen werkte ik hier nog op stadhuis. En die zijn afgeschaft om een aantal redenen waarvan je kunt zeggen, daar zit duidelijk iets in. Maar dat had verbeterd kunnen worden om toen de stemmachines af te schaffen. Dat is een heel dom idee geweest. Dat is een weggooien van kapitaal geweest en betekent dat het nu een enorm werk is en we zijn hier met heel veel mensen druk bezig geweest en we zijn eigenlijk vrij snel, ik had dit niet verwacht. Hoeveel mensen had u aan het werk? Wij waren met 7 leden op het stembureau en 6 tellers vandaag, dus we waren met z'n 13e. De meerderheid mag naar huis gaan, laten we het inpakken, dat doen wij wel. Muziektheater Servus en de Harmonie Sint-Jan uit Weerde deden zaterdag de aftrap van een uniek samenwerkingsproject. Over de Brug heet het. Hoe kwam het tot stand? Wij hadden destijds, was de toenmalige wethouder van Almelo, Van Marle, de zoon, die was hier penningmeester binnen onze vereniging en die was daarmee gestopt. En op een gegeven moment, bij het laatste concert hier, het vijvenconcert wat wij in juli altijd organiseren, kwam ik zijn moeder tegen, Henny. En die is bestuurslid van Servus Almelo. En ik heb daar voorzichtig de vraag neergelegd. Goh, zou het niet eens leuk zijn om eens een keer samen iets te gaan doen? Deze voorstelling is een co-productie. En het is al sowieso een kunst om straks 130 mensen, 140 mensen op een podium in het theaterhotel te krijgen. Nou, dat is al heel bijzonder. En een unieke samenwerking die wij aangegaan zijn. Want dat die uniek is, dat mag je wel zeggen. We zijn al een drietal jaar bezig met deze productie voor te bereiden. Het vinden van een goede datum, een goede plek, is al sowieso moeilijk. Maar waar zet je 130 mensen op een podium neer met muziek, zang en spel? En dans nog een keertje. Maar in die 3 jaren hebben we eigenlijk wel gemerkt dat we enorm goed naar elkaar toegegroeid zijn. Het is eigenlijk een beetje een bedacht verhaal van de laatste 80 jaar. Van de geschiedenis tussen Almelo en Wierden. En eigenlijk is het een beetje een tijdsbeeld vanaf 1938 tot nu. Daarin staan Almelo en Wierden centraal als gemeente en alles wat er tussen hun gebeurd is. En dat is allemaal gestoken in een jasje van een mevrouw, Wilma, die in 1938 in Wierden geboren is en in 2017 in Almelo op sterven ligt. En zij vertelt haar levensverhaal aan de hand van allerlei gebeurtenissen die ook tussen Almelo en Wierden hebben plaatsgevonden. Ja. Het is het liefdesverhaal tussen een Almelo's jongen en een Wierdens meisje. En het is gesymboliseerd eigenlijk tussen zeg maar de strijd die er altijd is. De haat-liefdeverhouding die tussen Wierden en Almelo is. Wij hebben in het verleden hebben we wel eens wat problemen gehad met Almelo. Want toen hadden wij het idee dat wij als Wierden ingelijfd zouden worden door het grote Almelo. En daar hadden we natuurlijk niet zoveel zin in. Er zitten gewoon hele leuke gebeurtenissen. Worden erin gespeeld, nagespeeld en gezongen. Wat met Almelo en Wierden apart te maken heeft. Maar ook wat met Almelo en Wierden te maken heeft. De Wendelgoorscène vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. Want dat was toch wel het zwembad vroeger waar zowel Almelo als Wierden kwam. Je maakt het een beetje spannend. Ja, nou dat is het ook. Ik bedoel, voor ons is het spannend, maar we hopen ook dat het voor het publiek spannend wordt. En ik verwacht en hoop eigenlijk dat heel Almelo en Wierden naar deze unieke voorstelling komt kijken. Wij treden op 13 en 14 mei op in het Theaterhotel. 13 mei is een avondvoorstelling, 14 mei is een middagvoorstelling. En de kaartjes zijn bij het Theaterhotel te koop. Jij bent vandaag een van de organisatoren van NL Doet in het kader van de Droomdekentjes. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou, we maken droomdekentjes met heel veel plezier en die gaan allemaal naar Stichting de Regenboogboom. Van waaruit ze kunnen worden aangevraagd voor kinderen, wat ze tegenwoordig noemen kinderen met een uitdaging. Dat betekent voor kinderen die iets ernstigs hebben meegemaakt, een ziekte hebben, een trauma of wat anders dan ook. Maar ik heb ook begrepen dat het niet helemaal alleen voor kinderen is. Klopt dat?
Nee, op dit moment kunnen ook volwassenen in aanmerking komen voor een deken. Ook die worden op die manier via de Stichting de Regenboogboom aangevraagd dan. Ja. En die dekentjes, dat zijn dekens die kun je niet zomaar kopen? Je kunt ze absoluut niet kopen. Wij als vrijwilligers maken wij ze met heel veel liefde, aandacht en plezier ook nog. En dan kunnen ze via de stichting worden aangevraagd. Ja, want zo'n deken, dat is echt een werk van iets meer dan één dag, hè? Ja, je weet nooit precies hoe lang je eraan werkt. Ik werk soms wel aan vier dekens tegelijkertijd, zeg maar, omdat je dan een bepaalde kleur garen op je machine hebt staan. En ja, dat, je kunt niet zeggen, er zitten heel veel uren in, dat wel. Het kan wel weken zijn, hè? Ja, soms is het ook weken. Maar dan gaan ze dus naar de regenboogboom en kunnen mensen nog meer kiezen. Omdat met zoveel mensen zijn we nu vandaag ook die met zoveel plezier die dekens in elkaar zetten. Ja. Ja, want er is een hele grote groep mensen gekomen om te kijken hoe die dekens gemaakt worden. Dat moeten jullie goed doen. Ja, als ik het zo zie, is het zo rond de 40 dames zitten hier vandaag. En helemaal geweldig. Sommigen werken met de hand en anderen hebben de machine meegenomen, zoals jullie hebben gezien. Nou ja, het is helemaal geweldig en de sfeer is fantastisch. Ja, wat wordt hier gemaakt? Een droomdeken van mijn blokken. Dus, ja. En die gaat u in elkaar stikken? En die gaan we in elkaar stikken en dan dus, ik geloof iets van 30 blokken. En dan dus gaan combineren hoe je het beste uit kunt leggen. Een mooie tekening aan het maken? En waar is die tekening voor? Voor de zieke kinderen. Ik maak het ongeveer hetzelfde, maar dan met mijn schabloon. Jannie en Berry Brugman waren was een Almeloos kunstenaars-echtpaar die enorm veel kunst hebben gemaakt. Berry heeft heel veel geschilderd en Jannie heeft heel veel kunstwerk gemaakt voor de openbare ruimte. En ja, ze hebben hierachter jarenlang gewoond, hier aan de Koedijk. Hebben een beetje ten doel gesteld om hun kunst te verzamelen, te documenteren. Van Berry, maar vooral eigenlijk ook van Jannie, want heel veel werken van haar in de openbare ruimte verdwijnen langzamerhand. Jannie heeft voor heel veel gevels van scholen en andere belangrijke gebouwen kunst gemaakt. En die scholen worden toch na een jaar of 40, 50 afgebroken. En vaak weet men dan niet meer van wie het kunstwerk was. Dus dat kunstwerk wordt meegesloopt en verdwijnt. Dat is natuurlijk erg triest, maar gelukkig bestaat de laatste jaren toch steeds meer belangstelling voor wandkunst uit wat men dan noemt de wederopbouwtijd. De jaren na de oorlog. Is steeds meer belangstelling voor om dat toch te behouden. En je ziet ook in allerlei plaatsen toch wel initiatieven om dit soort kunst te bewaren. Nou ja, ik wil graag haar kunst documenteren, op de foto zetten en dat allemaal samenstellen in een boek, zodat we toch kunnen zien van wat zij zoal gemaakt heeft. Niet alleen hier in Almelo, maar in de hele regio en eigenlijk ook in Groningen staat wat van haar. In Deventer, in Gouda. In Zwanenburg, in heel veel plaatsen van haar is kunst aanwezig. Gelukkig nog in de openbare ruimte waar we van genieten. En ik wil dat allemaal documenteren in een boek. En dat boek wil ik graag volgend jaar uitgeven, ongeveer september. Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat Jannie Brugman de Vries geboren is. Dus een bijzonder jaar. En met het uitgeven van een boek willen we ook volgend jaar een grote overzichttentoonstelling organiseren hier in Almelo. En nog een hele mooie kunstroute. Ja, nou, hoewel ik al heel veel informatie heb, wil ik graag in contact komen met mensen hier uit Almelo die nog een schilderij van Berry hebben of een verhaal van Jannie Brugman de Vries kunnen vertellen. Er zijn vast mensen in Almelo die nog heel veel weten over Brugman en die ze hebben gekend. En die misschien nog wel mooie herinneringen bewaren aan dit bijzondere kunstenaars-echtpaar. Dus ik kom graag met hen in contact. Als ze mailen naar debrugmancollectie@gmail.com, dan komt het helemaal goed. Het gaat goed met het schaken in Almelo. 60% van de leden van Schaakvereniging Almelo is jeugd.
In het Noordic locatie HAVO-VWO was zaterdag een jeugdtoernooi waar jongeren uit heel Overijssel en Duitsland zich achter het schaakbord zetten. En de Shamrock was het strijdtoneel van belangrijke competitiewedstrijden. Almelo 2 kwam uit tegen WSG uit Winterswijk en verloor met 2-6. Is nu kansloos voor het kampioenschap. Almelo 1 haalde na een spannende eindstrijd de zege binnen met 4,5 tegen 3,5 tegen ZSG Zwolle. Bij de aanvang van de wedstrijd stonden Almelo en Zwolle op een gedeelde eerste plaats. Almelo gaat nu aan kop voor het landelijk kampioenschap derde klasse met nog 2 rondes te gaan. Dat het hier is. En nou, ik hoop dat er heel veel mensen tot en met 7 mei zullen komen kijken. Ja. Heel goed bij. Dat verklaar ik ook goed. Dat verklaar ik nu de expositie toch open. Dat ook bij. Wat stelt het voor? Nou, ik maak altijd ruimte voor installaties op locatie. Dus ik bezoek eerst altijd de plek. En ik ga dan kijken wat ik daar zou kunnen maken. En de ruimte bepaalt dus heel erg hoe groot het werk wordt. En nou, eigenlijk ook wel bepaalt wat voor soort materialen ik gebruik. En mijn installaties gaan steeds meer een kant op waarbij ik een fysieke relatie zoek tot die toeschouwer. En dat was best wel een uitdaging hier, omdat het niet een werk is waar mensen echt fysiek heel dichtbij kunnen komen, omdat je natuurlijk zit met het glas. Maar ik heb geprobeerd met het transparante materiaal en ook de gleuf, zeg maar, die in het midden zit, om daar toch een interessante draai aan te geven, waardoor er wel een fysieke relatie mogelijk is tot het werk vanuit buiten. Dus als ik op die slurf kijk, zie ik nog wat anders? Nou ja, dan zie je, je kunt door het werk heen kijken, maar je kunt ook naar een andere kijken. Dus als er aan twee kanten staat, dat je elkaar kan zien, dat je contact houdt, niet alleen met het werk, maar ook met wat daaromheen gebeurt. Wat stelt het voor? Nog een keer. Nou ja, het stelt het voor, wat wilt u daarmee hebben? Als u vraagt, wat is het? Wat ja, is het? Ja, maar wat is het, is bij mij nooit een vraag, want ik werk vanuit het materiaal. Het gaat mij heel erg om de materialiteit en de tactiliteit. En ik zoek eigenlijk altijd een soort sensitieve installatie. Dus dat het vanuit het gevoel is. Ik ga ook heel zintuigelijk aan het werk. Dus dat het werk, zeg maar, spreekt naar jou toe als toeschouwer. Waardoor je zelf een betekenis gaat genereren. Zonder dat ik aangeef wat het precies moet zijn. Dus het moet heel erg op je gevoel gaan spelen. Waardoor jij zelf daar een beeld bij gaat vormen. Oké, dus ik kijk ernaar en dan denk ik bij mezelf, wat zou het zijn? En dan ga ik een eigen droombeeld maken. Hoe bedoel je dat? Ja, nou, dat je zelf gaat gewoon de ervaring aangaat en dat je zintuigen openstelt en het werk beleeft. Zonder dat ik zeg van, het moet dit voorstellen of het moet precies over dit onderwerp gaan, zo ga ik niet te werk. Moet ik nog op een bepaalde manier kijken? Nee, je moet gewoon goed kijken. En het werk, ja, voelen, denk ik. Leven, ja. Oké. Hartstikke bedankt voor deze goede uitleg. Oké, alsjeblieft. Had je al verteld wie je was? Ja. Oké. Mijn naam is Helene Eshuis. Ik ben voorzitter van het IVN Almelo. En u bent vandaag hier op bezoek tijdens NL Doet. Dat is een vrijwilligersdag en zoals je ziet kan je hier komen klussen in de tuin. We hebben een aantal vrijwilligers die tuinonderhoud komen doen. En we hebben een aantal enthousiaste kinderen die nestkastjes komen timmeren. Wat vindt u van de opkomst? Nou, ik ben hier ontzettend blij mee en ik ben heel blij met dit initiatief vanuit het Oranje Fonds. En ik vind het heel erg leuk dat zoveel Almeloers daar gehoor aan hebben gegeven. Vindt u het jammer dat Maxima er niet is? Die nodig ik graag voor de volgende keer uit. Zeker weten. Wat doen jullie nog meer zo in plaats van kastjes maken? U bedoelt vandaag? Nee, over het algemeen. Over het algemeen. IVN staat voor Instituut voor Natuur en Duurzaamheid. En wij organiseren allerlei natuuractiviteiten. Zo hebben wij net afgelopen maandag zijn we gestart met een natuuroudercursus. Daar kan je voor aanmelden en dan kan je alles leren over de natuur en kinderen begeleiden in de natuur. Voor de rest hebben wij leskisten die je kan huren voor scholen. We hebben verschillende excursies en we hebben hier een prachtige tuin waar je kan komen om dingen te leren over de natuur. Blijven jullie hier zitten? Voorlopig wel. Dus wij verwachten daar wel een aantal jaren hier nog te zitten. En wij hopen daarna naar het Hagenpark te gaan. En wat gebeurt er dan met dit huis?
Ik denk dat het verkocht gaat worden en voor een mooie prijs. En dan, ja. En waar gaat dat geld heen? Ik heb geen idee waar het geld naartoe gaat. Waar is het huis nu van? Het huis is van de gemeente, dus dan gaat het in principe gewoon naar de gemeente toe. Ja. Dus we kunnen dit gewoon ruilen voor de andere? Ja, dat zou mooi zijn, hè? Dat we hier al mooi startkapitaal hebben voor de bouw van het nieuwe natuurhuis. Ja. En ik dacht dat juist geld het probleem was van het natuurhuis, hè? Het is een uitdaging, laat ik het zo vertalen. En, ja, maar ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat wij gewoon met z'n allen laten zien hoe belangrijk de natuur is. Hoe nodig we het hebben. En dat we daar met z'n allen zorg voor moeten dragen. En ik vind ook dat de gemeente daar haar rol in mag pakken. Wonen is tegen Almelo zeggen? Zeker, meld je aan, kom bij het IVN en... kom gewoon leuke activiteiten op school doen en breng kinderen in contact met de natuur, want dat is het allerbelangrijkste. Mooi, bedankt voor dit interview. Graag gedaan, tot de volgende keer. Wat denk je dat hij gaat doen dan, dat hij erin gaat wonen? Nee, ik denk dat hij erin gaat poepen. Ja, wat gaat? Ja! Poepen. Ja, daar heb je ook zo'n huisje om te poepen. Ja, we hebben een deur en een gaatje. Op de poepen? En de onderkant kun je zien wie erop staat. Je weet er echt niks van. Nee, dat klopt. Ik weet er helemaal niks van. Wij zijn dus aardig in de grond aan het wroeten, maar dit moet een heel mooi laantje worden voor het landgoed de Bellinghof. En daar planten we hele speciale esdoorns, Noorse esdoorns. Het is nog wel heel kawaii zoals u kunt zien. Maar uiteindelijk resultaat wordt dit weer een hele mooie verbinding met het landgoed de Bellinghof door het bosje de Vree. Met een mooi wandelpad, dus het knapt er alleen maar van op. De eigenaar van het landgoed is de heer Ten Kate. En de heer Ten Kate die hecht de waarde aan om zijn landgoed iedere jaar bepaalde delen op te waarderen. Op dit moment is dus dit deel aan de beurt. En hij is dus ook de financier van dit hele verhaal. Op dit moment zien we al regelmatig wandelaars langslopen. We krijgen allemaal dikke duimpjes in de lucht. Het wordt echt heel mooi hier. Thank you.
Er is een ramp gaande. Miljoenen mensen leven op de rand van de hongerdood in Zuid-Soedan, Noord-Nigeria, Somalië en Jemen. Kinderen sterven nu aan ondervoeding. Toekijken kan niet. Deze mensen hebben uw hulp nu nodig. Met noodhulp helpen we miljoenen mensen overleven. Red levens. Geef voor eten. Geef op Giro 555.